jij deze zomer een beetje schitterend gaan verschijnen op de stranden van Gran Canaria? Egmond. Waar was het? AC? Ja, daar wil ik heel schitterend gaan verschijnen. Ja. Ja. Nou, dat ligt eraan wie ik daar tegenkom. Nou, iedereen die let een beetje op ze. Iedereen wil dat graag en let op ze tussendoortjes. Er zijn veel mensen aan het lijnen, dus ja, lala. Ja, jij stelde mij de vraag vanmiddag. Wat neem je liever? Deze krenten met dit koekje en of dat, een raketje? Of een raketje. Ja, en ik had er een aantal mannen bij willen hebben. Aan wiens lijf je kon zien van nou, dat wil ik eigenlijk ook. Ja, maar die zijn waarschijnlijk weer heel jong. Nee, ik haast er even bij. De Nice Guys. Dames en heren, de Nice Guys. Nou, daar komen ze, hoor. En, ja. Ja, hallo, Nice Guys. Mag ik even weg, die zweep, lest even op. Wat zou je nemen? Een paar krenten, een biscuitje of een raketje? Wat heeft de minste... Nee. Wat heeft de minste calorieën? Wat zou ik nemen? Voor zo'n schitterend lijf. Nee. Ik had gezegd dit bij de repetities, maar jij vertelde, dit kan je dan beter nemen. Nou, dat verwacht je toch niet? Wat haal je daar nou de spanning weer vanaf? Ik zou zeggen, een volkoren biscuitje, dat doe ik dan eens tussendoor. Dan denk ik, nou, hoe heb je... Maar het is dus zo dat een krentjes of een volkoren, dat daar meer calorieën zitten. Leg mij eens uit op het grote bord en neem een leuke meneer mee hoe dat precies zit. Hoi. 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 Sander, je bent gelukkige. Hè? Hoi. Nou, kijk, dit is de caloriemeter. Mm-hmm. Ja, kijk eens. Wij schrijven de soepstengel aan. In de soepstengel zitten de minste calorieën. En ga je die kant op weer de rijstwafel. En dan komt al het raketje. Is dat nu al niet een hoogtepunt? Het is geweldig. Ja, en dan ga je... zo zie je een beetje verder... Ja, je bent lang geen Leontien, maar je ziet er schitterend uit. Maar zo zit dat dus. Nou, geestig, toch? Het is geweldig. En nou dachten wij... Nice guy, kom eens even met me mee. Lopen. Naar de andere nice guys. Is het niet leuk, omdat het bijna pauze is... dat jullie even de mensen hier, omdat het mooi weer is... even een lekker verantwoord tussendoortje geven? Allemaal een raketje? Ja! Hey. Het is werkelijk... Delen jullie ze uit? Ja, straks krijg je dus de oplossing. Ja, dat gaan we doen. Mystery Mom, hè? Even de ijsjes doen. En we gaan straks nog iets krijgen. Nou, ik kan het je nu nog niet vertellen. Nou, maar het wordt een hoogtepunt. Ik weet niet of jij weet wat er in deze doos zit. Maar straks weten we het allemaal. Mijn. Tot zo. Tot zo. Waarom heb ik er nou niet meer?